echt zo mega fijn als ik weer geweest ben. Want echt, ik voel me helemaal vrij. Jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. En ik wil jullie iets leuks vertellen. Mijn konijn is dood gegaan. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Laatste week. Laatste dag deze week, dan nog één week school. Zijn we eindelijk klaar. Zij is zoiets schattigs aan doen. De directeur neemt vandaag afscheid van haar school. Volgend schooljaar nieuwe. Dus ze is een kaartje aan het schrijven voor hem. Echt super schattig. Dus de eerste bij de I. Ja, heel goed. Wat heb ik trouwens vandaag aan? Deze top van Minimum, spijkerbroek van Benetton en mijn doenlaarsjes. En daar zo mijn koffiekleintas bij. En mama, en de mijn outfit. Oh, jouw outfit. Mijn outfit is die zwarte broekje met die wijde pijpen hier. En dit shirt. Ja, en je ugly sneakers van de Zara. Ja. En je zelfgemaakte kapsel. Dat vind ik leuk. Ja, je vindt het prachtig, hè? Het is echt wel weer zomer in Nederland. Het stortregent. Geweldig. Ik ben onderweg naar de fysio. Altijd even mijn maandelijkse onderhoud. En dan voel ik me daarna weer altijd helemaal lekker. En de laatste dag deze week heel erg aan toe. Echt. En vannacht was zo zielig met Sarah. Weet je, gisteren echt nog bij haar geweest en dan in de slaap nog huilen. Echt zo erg. Ik vind dat zo. Een kind dan verdriet heeft. Nou, dat breekt je. Op mij breekt dat. Echt zo erg, zo zielig. Ja. Hoort er wel bij. Maar ik zou het zo graag van de afnemen. Ja. Helaas niet. Echt zo mega fijn als ik weer geweest ben. Want echt, ik voel me helemaal vrij. Ik heb Sarah uit school opgehaald. En we gaan nu even naar de planthal. Oh, Sarah is er niet. We gaan plantjes kopen voor de voortuin. Die mag wel weer even een beetje opgeknapt worden. Maar daar hebben we wel een tijd mee voor. Want wij zijn niet van tuinieren. Echt totaal niet. Maar het kopen, het uitzoeken, dat is wel ons ding. Dus ik ga nu in ieder geval even met Sarah daar naartoe. En gaan we wat dingetjes halen. En dan wordt het als het goed is volgende week allemaal gedaan. En er wordt nu zoveel regen voorspeld dat ik het gewoon in de tuin zou gaan zetten. Komt helemaal goed. Ja, en waar Sarah nou is, die is helemaal weg. Die zijn wel heel leuk, hè? Kijk, deze vind ik Dit zijn volgens mij vlinderplantjes zo. Of het staat bij toeval gewoon op pakje. Maar wat een schattige bloemetjes zijn dit, zeg. Wat zie je nu weer? Die. Een beetje een vetplantje. Vind je van deze? Ja, leuk. Is het wel leuk bij je? Zetten we die erbij in de kar? Nou, we hebben al aardig wat, hè? Ja, de kar zit vol, maar we hebben daar nog een rek. Blij dat we nog staan. Ik heb een bochtje. Een bochtje. Kom. Rechts van je. Klein stukje naar rechts. Zie je het? Ja. Die moet nog verkoopt worden. Nou, ik denk dat hij hier gewoon woont. Ik denk dat hij heel lief is. Zo kijkt hij wel. Heel voorzichtig wat laten ruiken. Ga je hem tillen? Of samen? Dat is zwaar hoor. Die zak is zwaarder dan jij. Voorzichtig. Nou, als we nou slim zijn, doe je er niet één die al vast hecht aan de andere. Ja. Ga je hem helpen? 1, 2. Oepsakee. Zo. En welke is dan het slimste? Ja, die ligt erbij. Hij
Voor jou? Oh, heel goed. Nou, nu hebben we denk ik nog een onstuurbaardere kar. Maar high five. Goed gedaan. Ik wil haar wel om de... Kijken? Ik heb deze zelf uitgekozen, toch? Ja, voor op je kamer. Jeetje, ik ben er helemaal kapot van. We hadden echt de meest onstuurbare kar ooit. Ja, vaak. Ja, ik had hem in zijn voorruit staan. Het was een beetje van slag, maar gelukkig heb ik mama rustig, dus er was niks aan de hand. Kijk uit voor die bakken, mop. En nou, het staat helemaal vol. De helft zie je niet. Dus ik moet het dus iets omlaag zetten, ik denk dat het dan beter te horen ben. Maar ik zal nu zo voorzichtig moeten rijden, want het staat echt zo niet stabiel. Dus ik denk dat iedereen die achter me rijdt echt mij haat dadelijk. Nou ja, anders liggen al die planten door de auto. Dat vind ik ook niet echt handig. Ik heb mijn voeten voor. Oh, heel goed. En de kofferbak die ligt al helemaal vol aarde. Dus ja, daar kon ik ook niks meer kwijt. Dus nou, zo be het dan maar. Het is hier echt zo verschrikkelijk druk op de weg. Nou, het gaat wat worden. We zijn thuis en we hebben de planten wel hier gekregen. En nu ben ik samen met het koken, zo schatten. Nee, jij bent linkshandig, dus jij mag aan deze kant beginnen. Nee? Hier, aan het randje. Gaat dat beter? Nee. Oké, kleine plakjes, neem je tijd. En altijd je handje in afstand. Dat heb je nu heel goed gedaan. Blijf hem naast staan. Ja, dat is wel heel smal. Nou, dat is zo'n frutseltje. Kijk. Hier. Goed kijken dat je een plakje hebt. Zo. Heel goed. Nee, wel even kijken als je dan beneden bent. Rustig, rustig. Je kan het doorhalen. Zie je? Dan is die echt los. Zo. Dan kan ik het bij doen. Is die... Oh. Nou, als je nou wacht voordat je hem snijdt, dan kijk je eerst goed. Zit ik op de goede dikte? En dan pas ga je hem snijden. Goed opletten wat je doet. Juist. Heel goed. Rustig, rustig. Kijk, even deze doorsnijden. Voorzichtig. Juist. Rustig, neem je tijd. Er is geen haast. Heel goed. Ik ben aan het editen en we gaan zo even tv kijken. Marco heeft deze fruitsalade voor me gemaakt. Oh, ik hou zo van fruitsalades. Ik ben trouwens zo verschrikkelijk blij met die bloemetjes die ik voor binnen heb gekocht. Ze zijn gewoon zo mooi dat ze bijna nep lijken. Kijk, met die kleine frusteltjes erin. Meeldraden, maar ze zijn zo klein. Dat is een beetje zonde. Ik denk dat je ze aan de andere kant hebt middelen. Ja, heel happy mee. En nu ga ik lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen.